Merkenvoetbal, de sport die is overgewaaid uit Amerika. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk van de ene kant naar de andere kant van het veld te komen. Het veld is 100 yards lang en men kan proberen om naar de andere kant te komen door middel van de bal te lopen zoals hier gebeurt. Natuurlijk vindt de tegenstander dat niet zo prettig, dus die probeert je tegen te houden. De jongens zijn goed ingepakt, geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om de bal te gooien, zoals hier gebeurt. Een prachtige paas. En daar wordt hij dus buiten de lijnen gewerkt. Maar dat is dus de makkelijkste manier om aan de overkant te komen, maar ook natuurlijk de moeilijkste manier. En nu dan de wedstrijd van vandaag. Het gaat hier om het Nederlands kampioenschap. En het gaat hier tussen de Kartkey Raiders uit Den Haag en de Partyline Crusaders. De Partyline Crusaders, zij zijn de defending champion. Zij waren dus de laatste 3 jaren de kampioen. En de Kartkey Raiders, zij stonden dus nummer 1 dit jaar met de gewone competitie. En hier de eerste poging om een score te maken. En die strandt net voor de endzone, de laatste lijn. Nummer 44, hij probeerde over de lijn te komen om de eerste score te maken. Scoren kan men dus 6 punten door over die lijn daarheen te komen. Hier de tweede poging. Nu doet de grote man bij de Raiders, die doet het maar zelf. Hij is de quarterback, de spelleider, nummer 12. Chris DeBro, speciaal uit Amerika overgevlogen. U zag al, de eerste score op de lijn was 0-6. Een beetje scheef, maar dat zou de Crusaders wel proberen recht te trekken. Hier nummer 22, een prachtige run. Ronald Buis, hij was de grote man. 30 yards ging hier. En hier de tweede poging. Nummer 15, hij geeft af. Nummer 36 probeert door te gaan en hij gaat over de endzone heen. En zo komen we naar de score van 6-6. Na zo'n score kan men altijd proberen om nog extra punten toe te voegen, een zogenaamde conversie. Maar de eerste keer mislukt dat bij de Raiders en ook de tweede keer bij de Crusaders. Men kan proberen om te schoppen. Dat levert dus 1 punt op of de bal over de lijn te brengen. En hier de kanjer, de coach van het Nederlands team en ook van de Raiders. Het is een jongen die je echte vriend moet houden. De naam is Steve Holm en u zal nog veel van hem horen als u naar Amerikavoetbal kijkt. Hier de volgende actie, nummer 34, Ronald Roosblad. Ja, dit hoort er ook allemaal bij natuurlijk. De Cheers Girls, het is ook een sport van uitstraling. Niet alleen de mannen, maar men komt ook voor de vrouwen kijken. Maar hier gaat het uiteindelijk speciaal om. Daar is de nummer 15, hij is weer teruggekeerd. Hij is de spelleider van de Crusaders. Hij geeft de bal aan de nummer 22 en weer die Ronald Buis en hij scoort weer. 12-6 is de stand op dit moment. Die nummer 15, dat is Paul Trott. Dat is ook een Amerikaan, hij heeft het hele jaar nog niet meegedaan. Vandaar misschien ook dat de Raiders kans hebben gezien om in de normale competitie 1 keer te winnen en 1 keer gelijk te spelen. Hier is het 12-6. Conversie en dergelijke is niet gelukt. Hier een prachtige worp hier. De quarterback gaat helemaal door. Nummer 26. Dat is dus degene die de bal dus ontvangt. En zo komt men van de ene kant van het veld zomaar naar de andere kant. Hier weer de volgende poging. Poging van de Raiders. De spelleider pakt de bal weer en daar een hele mooie en net in de hoek. Daar wordt het score nog net gemaakt. Als hij een half metertje van tevoren buiten de lijn was gewerkt, dan had de score niet geteld. Maar hier telt hij wel en het maakt de stand op 12-12. 12-12 zou ook de ruststand zijn. We zijn gedraaid, u ziet het, de Crusaders spelen weer van rechts naar links, net zoals in de eerste helft begonnen zijn. En ze worden vlak voor de endzone, worden ze buiten de lijn gewerkt. Het is weer die nummer 34, Rufus van Gom. Hij was ook een van de grote mensen. Zou later nog geblesseerd raken. En hier is het dan weer Ronald Buis, die de score opvoert tot 18-12. Hier krijgen we zo'n conversie. Men probeert nog een extra punten te maken. En daar is een helemaal open man daar. Daar zal de Raiderscoach niet blij mee zijn, Steve Holman, dat die man zomaar vrijgelaten werd in de hoek. Score is nu opgelopen tot 20-12. En daar proberen in het vierde kwart proberen de Crusaders helemaal door te drukken. U ziet het al, de adrenaline komt hoog op. Ja, het is ruim 30 graden en in het pak zal het bijna 40 graden zijn. Hier was dus de score en hier komt dus een kick. En dit is een aardig moment. Paul Trots, en hier blijkt dus weer uit wat een kanje dat is. Hij breekt de bal gewoon over de endzone. Reden staan gewoon te slapen. Denken van, hé, we hebben de schop tegengehouden. Dat is ook, alle spelers moeten de regels kennen. Niet alleen de coaches en de scheidsrechters. Er staan er trouwens 6 scheidsrechters in het veld.
en drie langs de lijn. Misschien wat voor andere sporten. En die drie langs de lijn die worden ook een beetje afgeleid af en toe. Hier lijkt het of het allemaal voor elkaar is voor de Crusaders. 28-12. Maar de Raiders proberen toch nog een keer terug te komen. Hier wordt de bal dus over de lijn heen gedrukt. Het is nummer 44, Rick de Bies. En men moet toch proberen via een conversie toch in ieder geval de stand nog een draaglijke aanzien te geven. Hier gaat Chris de Bro weer. Ja hoor, en daar vindt hij Rick van Maurik in een puntje van het veld. Vindt hij hem nog, nummer 82. En ze zijn teruggekomen tot 28-12. Er is nog maar één score nodig van 6 punten en dan nog 2 punten. En dan gaan we naar overtime. En dat wil dus zeggen nog een extra stukje merkenvoetbal. Hier nog een kans, 1,5 minuut voor tijd. Chris de Bro heeft de bal. Hij kijkt naar rechts, hij kijkt naar links. Links ziet hij de open man. Daar is hij weer, van Maurik. En hij kan de bal pakken en hij laat hem vallen. En daarmee, oh, en hij weet het al. Het is hiermee, het hele seizoen is hiermee eigenlijk een klein beetje naar de knoppen. Ja. Ach, de Raiders, ze gingen misschien een klein beetje als lichtfavoriet. Maar de Crusaders, zij hebben het toch weer gered. Voor de vierde keer in successie. De Crusaders, winnaar van de Tulip Bowl. Kampioen van Nederland. Nederlands American Football.